Van harte welkom op de uitreiking van de Henri van de Velde Awards 2021. De 27e editie is het al. Vorig jaar zaten we nog met z'n allen gezellig dicht bij elkaar in de Henri Leboeufzaal van Bozar. En dan mochten we nog knuffelen als er iets gewonnen werd. Dat zal allemaal niet mogen, maar we zijn wel in Bozar, in zaal M. En dat we hier überhaupt zijn, dat mag een half mirakel heten na de brand van een paar weken geleden. Maar zo zie je maar dat we met z'n allen niet klein te krijgen zijn. En dus kunnen we al onze aandacht richten op de fantastische makers en winnaars van deze prachtige Henri van de Velde Awards. Nu, dat het dit jaar allemaal een beetje anders is, dat hoef ik u niet uit te leggen. Maar het heeft ook voordelen, want zo kan ik zomaar op een andere plek terechtkomen. Maar ik kan gelukkig ook weer vliegensvlug weer terug. Maar genoeg getoverd, we hebben bakken talent klaarstaan en die gaan we samen ontdekken. En we, dat zijn Pascal Kools en ikzelf, Pascal, algemeen directeur bij Flanders DC. Goedemiddag. Goedemiddag. De Henri van de Velde Awards, de 27e editie, voor wie nog niet zou weten wat ze zijn. Mm-hmm. Vertel het ons. Wel, de Henri van de Velde Awards zijn de oudste en de belangrijkste design awards van ons land. Een beetje te vergelijken met de Oscars van design, zou je kunnen zeggen. Wat we willen doen is de designers en ook de bedrijven die met design bezig zijn echt de erkenning geven die ze verdienen. Maar ook wel duidelijk maken dat design veel breder is dan de meeste mensen denken. De meeste mensen denken aan mooie meubels, dure meubels soms ook. Maar het gaat veel breder. Designers zijn echt wel bezig met elke product dat je tegenkomt op straat, thuis, op je werk. Alles is ooit designed geweest. En het is maatschappelijk relevant. Dat gaan we ook leren tijdens deze awardshow. Ja. Hoeveel awards gaan we eigenlijk uitreiken? 12 in totaal. Hè. We hebben 7 awards, 7 categorieën waar men zich kandidaat voor kon stellen. Uit die 7 gaat er eentje gekozen worden door het publiek voor de publieksprijs. En dan heb je 4 awards waar je niet voor kandidaat stellen. Daar moet je voor aangeduid worden door de jury. En jij beslist wie wint dan? Nee, absoluut niet. Ik heb er totaal niets mee te maken. Omkopen is dus zinloos. We hebben 17 experts, journalisten, academici, mensen uit de designwereld zelf, ondernemers, die 200 dossiers helemaal hebben doorploeterd. Ik moet ze daar ook heel hard voor bedanken, want het is een titanenwerk geweest. Allemaal voor de eer. En wie zij de allerbeste vonden, dat gaan we nu ontdekken. 12 awards kunnen we weggeven. Dankjewel, Pascal Kools. Tot straks, want wij zien elkaar zo meteen nog terug. En dit is de eerste award. En voor de uitreiking van de awards gaan we natuurlijk rechtstaan. De Business Innovation Award, dat is de eerste die we gaan uitreiken. En de naam die zegt het eigenlijk zelf al. Het zijn handige, slimme objecten, oplossingen die het leven in een professionele context wat makkelijker maken. Bij elke award horen 3 winnaars, maar er kan er maar eentje de echte winnaar zijn, de superwinnaar. En die gaat met de Gold Award naar huis. En dit zijn de 3 winnaars in de categorie Business Innovation Award. Nobi. Dat is een slimme lamp die het leven voor het zorgpersoneel wat makkelijker kan maken door taken over te nemen, zoals valdetectie bijvoorbeeld. Alloxy Puls, zij hebben een sensor gemaakt zonder draden die kranen en kleppen kan bedienen van op afstand in petrochemische installaties. En Smappy EV Base, zij zijn aan de slag gegaan met een laadoplossing. Daar hebben ze verschillende elektrische laadpunten voor gecombineerd en die dan afgestemd op de energienoden van een aanpalend gebouw. Dat is al een mooie lijst, maar er kan er maar eentje met de award naar huis. De winnaar van de Business Innovation Award is Alloxy Puls. En dit is hoe zij reageerde toen ze het nieuws hoorden. Oh. Gefeliciteerd. Dank u. Dank u. Hadden jullie het verwacht? Nee, niet echt. Maar natuurlijk, na zo'n coronajaar is het des te plezanter om... om eens gevierd te worden. We mogen voor één keer ons pak nog eens aandoen, hè, maar ja. Oké, we zijn er klaar voor. En ze komen nu hun award zelf ophalen. Het zijn Pieter Lesage van Studio Dot en Karel Stevens van Alloxy. Gefeliciteerd. Dank u wel. U mag op de witte stip gaan staan. Dat is precies 1,5 meter tussen jullie en mezelf. En dit is de award. Ik ben er niet aan geweest, dus hij is ook nog helemaal coronavrij. Hoe voelt het om hem te winnen? Ja, heel leuk. Hè? Ja, het is een beetje onverwacht vanuit onze kant. Want het is nooit de bedoeling, denk ik, om een award te winnen als je met zo'n handige oplossing komt of dat bedenkt. Nee. We hadden in het begin wel gedacht van we willen iets leuk maken, alleen iets dat er ook mooi uitziet voor de industrie.
Maar dat we ook een design award mee zouden winnen, dat hadden we niet verwacht. Waar komt het idee eigenlijk vandaan? Wie is er mee op de proppen gekomen? Studio Dot is met het concept. Zij zijn de uitvoerder en wij waren eigenlijk de opdrachtgever als Alloxy. Dus jullie hebben het bedacht en jullie moesten het gaan uitwerken? Ja. Ja, het is eigenlijk ontstaan binnen de Universiteit Antwerpen. En Alloxy is een spin-out geworden uit de universiteit. Het is technologie van de UNIF. Mm-hmm. Die wij dan vertaald hebben om het te kunnen gebruiken in de chemische sector, wat dat toch heel veel randvoorwaarden creëert aan waar dat een product moet aan voldoen. En we hebben het ook geprobeerd om het er goed te laten uitzien en dat is dan blijkbaar redelijk goed gelukt. Het is zeer goed gelukt, hè, want jullie mogen de Business Innovation Award mee naar huis nemen. Gefeliciteerd, geef hem een mooie plek. Je kan hem niet in de helft doen, dus misschien moet je co-ouderschap afspreken. Ja, dat is goed. Maar gefeliciteerd. Oké, bedankt. En dan schuiven we meteen door naar de tweede award. Dat is de Climate Challenge Award. Een award die oog heeft voor ecologische concepten die goed zijn voor het klimaat. Ook hier drie winnaars en één van hen mag de Gold Award mee naar huis nemen. Dit zijn de winnaars. BC Materials. Zij hebben een assortiment ecologische leemtoepassingen bedacht. De tweede winnaar is Circle Sector. Dat is een resource map van Ben Hagenaars, ontwikkeld samen met de groep Interactions van Luca School of Art. Het is een map die lokale en ecologische materialen in kaart brengt. En Soraya Wankoer tenslotte, zij maakte ethische modeconcepten voor Studio AMA. Er is er één die de Climate Challenge Gold Award mee naar huis mag nemen. Maar wie, oh wie? Het zijn de leemtoepassingen van BC Materials. Ik ben Brecht Hoppenbouwers. Ik ben Nicola Koekelbergs. We zijn allerlei architecten. Hebben wij de Gouden Prijs gewonnen? Wauw, fantastisch. Ja, het is een enorme eer om hier vandaag te zijn, om die prijs in ontvangst te nemen. Henri van de Velde Award 2021 Gold Award winner. Amai, zalig. Wat een eer. En hier om de Climate Challenge Gold Award in ontvangst te nemen, Nicola Koekelbergs en Brecht Hoppenbrouwers. Gefeliciteerd. Bedankt. Dit is hem. Mogen we hem vastpakken? Moet vastpakken. Ik mag het niet aankomen. Dan mogen we ons misschien ook onze... Dat mag ook als u zich daar veilig bij voelt. Ja, super. Leemtoepassingen. Klinkt saai en dan win je er toch een geweldige award mee. Wat is er zo speciaal aan jullie leemtoepassingen? Wel, wij geloven dat leem... Of gewoon aarde in het algemeen, zoals bouwstof, als bouwmateriaal, eigenlijk de toekomst is gewoon. Voor heel lang hebben we altijd zo gebouwd. Het is vanaf de industriële tijdperk dat we opeens dat materiaal zijn vergeten. En het is geen toeval dat vroeger alleen maar leem werd gebruikt. Nee, natuurlijk. Dat werd voor... Ja, het is overal aanwezig. Het is een onuitputtelijk materiaal. Dus daardoor er bestond een gigantische traditie rond die dat wij nu terug proberen op een hedendaagse manier te doen. En wat is er zo goed voor het klimaat aan die leemtoepassing? Wij gaan CO2-neutraal kunnen produceren. En hoe doen we dat? Is omdat we geen bakproces en dat we ook geen cement of toevoegingsstof gaan toevoegen. Dus als ons verhaal heel lokaal is, en dat is het geval voor ons, wij werken eigenlijk met de grondstoffen van Brussel, is het heel, heel, heel ecologisch. Het is carbon footprint, carbon neutral. Dus als het van jullie afhangt, wordt Brussel een leemstad over 50 jaar? Dat zou voor ons heel interessant zijn. zeker omdat inderdaad, we gebruiken Brussel als onze groeve eigenlijk. En dus het zou wel interessant zijn om dat materiaal op de plek zelf opnieuw te gebruiken en daarmee projecten van een grotere schaal te kunnen uitvoeren. De Climate Challenge Gold Award die is niet van leem, maar ik hoop toch dat hij een mooie plaats krijgt bij jullie. Gefeliciteerd met bedankt. De Climate Challenge Gold Award. Nicola Koekelbergs en Brecht Hoppenbrouwers. Dank u wel. Dank u wel. Heel erg. Naast de zeven gewone categorieën, noem ik het maar, worden ook speciale awards uitgereikt. Dat zijn de Special Awards. En de eerste in het rijtje is de Eco Design by OVAM Award. En die award gaat naar een persoon, een ontwerper of een bedrijf dat zich heel erg heeft laten gelden op het vlak van ecodesign en daardoor ook een soort rolmodel geworden is voor het exemplarisch gebruik van ecodesign. En de winnaar van de Eco Design by OVAM Award 2021 is Façadeklik. Ik ben Jasper van den Bent.
De zoon van Patrick, die eigenlijk façadeklik heeft bedacht. Eigenlijk zijn wij de Lego-blokjes van de gevelstenen. Hè? Gevelstenen die in elkaar klikken. Je hebt een award gewonnen. Ja, dat is fantastisch, hè? Ik zie een trotse papa. Maar met dit masker zie je dat zo goed niet. En om de Eco Design by OVAM Award in ontvangst te nemen, zijn hier Patrick en Jasper van den Bent. Gefeliciteerd. De Eco Design by OVAM Award hebben jullie gewonnen met Façadeklik. Voor wie jullie niet kent, wie zijn jullie? Wat doen jullie? Dus bij Façadeklik hebben we een nieuwe gevelsysteem ontwikkeld, of een nieuw ontwerp gegeven al sinds aan de verbinding van de gevelsteen. Dus van in plaats dat die met mortel of lijm aan elkaar bevestigd worden, is dat nu eigenlijk met een kunststof klikelement, zodanig dat we die heel efficiënt in elkaar kunnen zetten. Dat iedereen dat kan, bij eender welke weersomstandigheden, maar vooral ook dat iedereen die terug kan demonteren en herbruiken. En zo is dat eigenlijk een circulair bouwsteen. En daar zit hem de duurzaamheid dan natuurlijk. Inderdaad. Zijn jullie vader en zoon? Dat klopt. Ja, hebt u lang moeten duwen voor hij mee wilde in het bedrijf? Nee, niet echt. Ik was er begonnen met de ontwikkeling, maar hij heeft een technische opleiding in de bouwsector gehad als bachelor. En toen hij zijn eindwerk maakte, loste dat al heel veel technische vragen op. En hij is direct na de school mee in het diepe dal gedoken om het in de praktijk om te zetten. Want tussen een ontwerp en tussen een idee en dan naar een bedrijf toe stappen die de productie voor u wil doen en het in de markt zetten, ja, dat is een lang traject. Is het een beetje leuk zo, vader-zoon samenwerken? Oh, wel, om eerlijk te zijn vind ik dat heel leuk. Ik zou het niet anders willen. We vullen elkaar heel goed aan en ja, samen kunnen we toch heel wat dingen volbrengen en doen. En, ja, het is heel leuk. En die samenwerking die levert jullie de Eco Design by OVAM Award op. Dit wordt een mooie dag. Veel succes nog met Façadeklik. Nee. Jullie hebben uitgelegd wat jullie doen, maar we kunnen het ook laten zien. Dit is de winnaar van de Eco Design by OVAM Award. Ja, het is eigenlijk allemaal begonnen omdat er in de bouwsector al vele jaren op dezelfde manier gebouwd wordt en men eigenlijk altijd dezelfde problemen heeft. En Façadeklik lost die eigenlijk allemaal op. Eigenlijk is dat een verhaal van vele jaren. Je begint als je 25 bent met je te irriteren dat een bouw te lang duurt, te onderhevig is aan weersomstandigheden. Op je 30ste zeg je ja, we gaan toch eens iets proberen. Op je 40ste probeer je wat anders. Maar het cruciale moment was de Lego-blokken van de kinderen. Als je daarmee droog kan bouwen, dan moeten we ook droog kunnen bouwen en circulair met bakstenen en met binnenmuurstenen. Dus dit is eigenlijk de mortel van de toekomst, hè? Het koppelstuk van Façadeklik. Ik heb altijd gehouden van simpele namen die duidelijk maken waar het over gaat. Je klikt een façade, dus heel simpel, het is Façadeklik. Wij zijn de vernieuwing in de bouwsector, het circulair maken, het droogbouwen. En dat willen we nu doorzetten. Wij beschouwen het een stukje de Tesla van de bouwindustrie. De baksteen zelf bevat natuurlijk nog heel wat CO2, omdat die nog moet gebakken worden in een oven. En dat vraagt heel veel energie. En daarom zijn we natuurlijk aan het kijken naar andere types stenen die dan volledig van gerecycleerd materiaal zijn. Dus gebouwen dat afgebroken zijn en gebouwen dat niet circulair zijn, die dan afgebroken worden, waar we die granulaten van kunnen malen en waar we dan nieuwe bakstenen van kunnen maken. Een goed ontwerp en een goed ontwerp op punt zetten is de kern van een circulair product. Als je geen goed ontwerp hebt en je kan het niet terug losmaken, ja, dan heb je geen toekomst. En daar is design, ja, het key van het verhaal. Voor mij is de samenwerking met mijn zoon fantastisch, omdat ja, je werkt met iemand die je 100% vertrouwt. En voor mij is het gewoon een droom om zo kunnen samen te werken. We vullen elkaar heel mooi aan. Hij heeft eigenschappen die ik niet heb en omgekeerd. En samen vormen we eigenlijk een heel goed team om iets klaargespeeld te krijgen. Met Façadeklik zijn we natuurlijk al heel lang bezig en zo'n award krijgen, dat is natuurlijk fantastisch. Hè? Dat bevestigt eigenlijk met wat we bezig zijn dat dat toch goed is. Urban mining en circulariteit is de toekomst. Elk gebouw moet gedemonteerd worden en er is maar één weg. We gaan circulair bouwen. We gaan alle stenen uit urban mining doen en dat is het.
Het woord innovatie, vernieuwend design is al vaak gevallen. En we hebben er ook een minister voor, toeval of niet. Vlaams minister van Innovatie, Hilde Krevits. Welkom. Hallo. Innovatie is erg belangrijk. Hè? U laat dat ook zeker merken als minister, heel vaak. Waarom vindt u dat eigenlijk zo belangrijk? Innovatie op zich en ook deze Henri van de Velde Awards? Wel, innovatie gaat over nieuwe dingen. En je hebt mensen nodig in de samenleving die voorlopers zijn, die echt gaan zoeken van kijk, dat is hier nu een probleem. Ik maak associaties of verbindingen en ik vind iets nieuws uit. Je kan dat niet van de hele samenleving verwachten. Je hebt mensen die volgen en die mooie dingen kopen. Maar je hebt ook mensen nodig die mooie nieuwe dingen maken, die creatieve oplossingen. We hebben dat ook in corona heel, heel erg hard nodig gehad. Plots moest je afstand houden. Hoe meet je dat bijvoorbeeld? En werden er apparaatjes uitgevonden om te kijken of je afstand houdt van elkaar. Werden er creatieve mondmaskers gemaakt. Dus je hebt gezien dat ook in die heel, heel moeilijke tijd voor onze samenleving ook weer innovatie ervoor gezorgd heeft dat we ondanks alle moeilijkheden toch konden blijven functioneren. Ja, het woord is gevallen, corona, we moeten het er ook over hebben. Wat jullie hebben gemaakt zijn coronamaatregelen, maar ook steun voor mensen die het slachtoffer zijn geworden van deze crisis. Hier zitten we met ontwerpers, met makers. Op wat kunnen zij rekenen eigenlijk? Wel, we hebben eigenlijk geen onderscheid gemaakt tussen sectoren als het over steun gaat. Maar we hebben wel aan zij die niet konden werken of zij die heel grote verliezen leiden, we hebben eigenlijk beslist om steun te geven. Dus wie meer dan 60% verlies leidt, die kan rekenen op steun. En er is ook meer, of bijna 90 miljoen euro ondertussen ook al uitbetaald aan de creatieve sectoren. Mm-hmm. Maar tegelijk hebben we gezien dat net die innovatieve sectoren gebruik gemaakt hebben van nog meer creativiteit. Want de innovatiesubsidies in Vlaanderen die hebben nog nooit zo geboomd als vorig jaar. Ja, je moet ontwerpers geen crisis geven, hè? Dan doen ze dat is een beetje dubbel. Langs de ene kant moet je bedrijven die design produceren, bijvoorbeeld, moet je soms wel steunen. Maar langs de andere kant, als het gaat over de nieuwe dingen uitvinden, ja, zo'n periodes zijn eigenlijk goed voor de creativiteit, omdat je ziet, ik ben ervan geschrokken en positief verbaasd over hoe snel men inspeelt op opportuniteiten. Dus u hebt het voorbije jaar geweldig veel geld uitgegeven aan design voor uw eigen huis. Koop Belgisch, koop lokaal, of niet? Ik heb ook, sinds ik minister van Innovatie ben ik veel bewuster geworden in elk geval van het belang van onze Vlaamse design. En ik ben getrouwd met een architect, dus dan moet je al niet ver lopen natuurlijk om die interesse, om een soulmate te vinden die dezelfde interesse heeft. Dus we vinden wel wat design ten huize, Krevits. De grootste uitspatting die we ons nu toch gepermitteerd hebben in de voorbije 2 jaar is toen we ons terras aangelegd hadden, hebben we zo'n tuinmeubel gekocht van Extremis. Dat is een West-Vlaamse bedrijf dat tuinmeubelen maakt onder andere. En het is een kosmos, zo'n rond meubel. En als we daar, nu mag het niet, maar in de zomer hebben we daar met momenten gehad waarop we met de hele familie samen zaten. Dat zijn onvergetelijke momenten en prachtige foto's. Dus niet deze zomer, maar vorige zomer. Voor alle duidelijkheid. Voor ik moet dat misschien opnieuw voor zeggen. Voor u ruzie krijgt met... Nee. Dus hij staat er nu, denk ik, ondertussen 2 of bijna 3 jaar. Ja, het is een designklassieker geworden en design brengt mensen letterlijk ook samen. Dat leren we uit het voorbeeld dat u nu net noemde. Om af te sluiten, mag een minister van Innovatie eigenlijk stemmen voor de Henri van de Velde Awards? Wel, ik doe het principieel niet, omdat ik eigenlijk alle innovaties omarm. En er is hier een fantastische selectie gebeurd. En ik zou het een beetje sneu vinden mocht ik hier zelf zeggen, ik wil hier mijn stem uitbrengen en het geheel beïnvloeden. Ik vind het fantastisch dat de awards er zijn. Ook de aandacht voor de nieuwe dingen die uitgevonden worden. En ik vind iedereen die hier genomineerd is, verdient het om te winnen. Dank u wel, Hilde Krevits, Vlaams minister van Innovatie, onder meer, want uw portefeuille is zeer groot. Maar met die portefeuille kwam u hier vandaag naar Bozar. Dank u wel. Zullen wij nog eens wat mensen blij gaan maken met prijzen? En het lijkt wel kerstmis hier, want we blijven maar awards uitdelen. Awards voor uitzonderlijk design. En de volgende categorie is die van de Consumer Awards. En dit zijn de 3 winnaars in die categorie. Daar zijn ze nog eens. Die van Nobi, de slimme lamp die het zorgpersoneel van een aantal taken kan ontlasten. Bijvoorbeeld de valdetectie. Elio Elite is een intuïtieve speed pedelec. Ja, zo'n elektrische fiets inderdaad. Het is een ontwerp van Into eDrive Design Team samen met Achille Design. En Pili Pili heeft wearables ontworpen voor Lopos, de Lopos Safe Distance. En die kan de afstand tussen 2 werknemers op de werkvloer in de gaten houden. Zeer handig in deze coronatijden. De winnaar van de Consumer Gold Awards is een ontwerp
dat in het begin van de show nog naast de Gold Award greep, maar hem nu gewoon mee naar huis mag nemen, Nobi. Ik ben Stijn Verhebt, CEO van Nobi. Hi, ik ben David Dos Santos van Studio Dos Santos. We zijn hier voor de Consumer Award. Oh, we hebben goud gewonnen. Oké, dat is fantastisch. Echt? Ja, dat is inderdaad wel supernieuws. Ja, fantastisch. Henri van der Velde, 2021, Gold Award winner. Goed bezig. En hier om de Consumer Gold Award in ontvangst te nemen zijn David Dos Santos en Stijn Verhebt. Welkom en gefeliciteerd. Ja. Nobi, jullie hebben een slimme lamp gemaakt. Ik ben heel benieuwd, want het kan een aantal dingen die ervoor zouden moeten zorgen dat het zorgpersoneel weer wat anders kan gaan doen. En hoe zit dat precies? Absoluut. De lamp is in staat om vallen te voorkomen. Er zit ook preventieluik aan. Ze detecteert wanneer iemand op de grond valt. Ze zal alarm slaan. Er is ook een audio-feedback naar de bewoner die vraagt, ben je gevallen? Als dat het geval is, dan gaat de familie of zorgpersoneel gecontacteerd worden. Die kunnen dan ook de bewoner op zijn gemak stellen en hulp sturen en zelfs de voordeur losdoen. Briljant. Wie is er met het idee gekomen? Daar moeten we toch wel de credits aan Bert de Haas voor geven. Die man heeft het ongelooflijke talent om zaken te bedenken die eens ze bedacht zijn voor iedereen vanzelfsprekend zijn. Maar... dingen bedenkt waarvan je nooit dacht dat je ze zo nodig zou kunnen hebben. Ja, en ook de vorm ervan. Hè, tot dus. Ja, want het zijn ook design awards, hè, dus ook hoe het eruit ziet is niet onbelangrijk. Ah, wel, nee, een van de grote dingen die speelden met dergelijke producten is dat ze heel stigmatiserend waren. Mm-hmm. Maar ook heel gebruiksafhankelijk. Dus ja, mensen moeten al een horloge aandoen of ze moeten niet in gang zetten of met een grote rode knop op hun buik. En dat wouden we vermijden, dat effectief geïntegreerd wordt in een huis, dat eigenlijk niet opvalt, dat het een mooi object is, dat je het zo wat en wat kunt aanpassen naar de vele verschillende stijlen. En dan krijg je inderdaad heel veel dingen die samenkomen tot één product. Hè. Ik kijk er al naar uit, naar de dag dat jullie een lamp ontwerpen waardoor ik gewoon de hele dag in bed kan blijven liggen en dat alles gebeurt rond en voor mij. Ga er maar aan werken en dan zien we jullie misschien volgend jaar al opnieuw. Fantastisch. Voor een nieuwe Gold Award. De Consumer Gold Award, dat is hem trouwens. Dankjewel. Jullie mogen hem meenemen. Oké. Ik ben er zelf niet aan geweest. David Dos Santos en Stijn Verhebt, gefeliciteerd. Ja, dankjewel. Tot ziens. Naja. Tegen 120 per uur reiken we hier awards uit. De volgende op onze lijst is de Crafts by Bokrijk Award. En die gaat naar design dat opvalt door vakmanschap en ambacht en zo naar een hoger niveau getild wordt. Ook hier weer drie winnaars en een superwinnaar, een Gold Award winnaar. En dit zijn de drie winnaars die de jury opvielen. Les Monseigneurs maakte samen met Verilijn prachtige wandtapijten voor Chameleon. En ook de strijkinstrumenten uit Vlas vielen de jury op. Het is een ontwerp van Tim Durink in samenwerking met Comtie, Kask en Conservatorium van Hooghent, Ho-West, UGent en FWO. Dat is een behoorlijke samenwerking. En Line ten slotte, dat is de naam van waterkannen uit porselein die Margot Thijssen maakte. Maar er kan er maar eentje de Crafts by Bokrijk Gold Award winnen. En dat zijn de strijkinstrumenten uit Vlas, een ontwerp van Tim Durink. Ja, als instrumentenbouwer ben je niet echt een designer of je ziet je niet zo helemaal. Dus vanuit die hoek erkenning krijgen voor dan het designwerk dat je doet, is wel super tof. En hier om de Crafts by Bokrijk Gold Award in ontvangst te nemen is Tim Durink. Goeiedag. Hallo en gefeliciteerd. U mag op de witte sticker gaan staan. Dankjewel. Dan zijn we coronaproof namelijk. Ja. Gefeliciteerd. Hartelijk dank. En er zit een prachtige snor achter dat masker. Hoe zonde is dat al een jaar dat u dat niet kan tonen. Dat is ongelooflijk jammer. Maar nu kan en mag het. En je bent niet alleen? Ik ben niet alleen. Ik heb mijn steun en toeverlaat mee, mijn vrouw. Ja. Wat betekent dat de steun en toeverlaat zijn van een ontwerper? Veel geduld hebben. En ben je ook een soort muze? Ze verdraagt vooral dat ik veel met mijn gedachten ergens anders zit. Ja. Dat, dus veel geduld. Als hij even stil wordt of hij heeft iets niet gehoord, dan weet ik dat hij met zijn gedachten altijd bij instrumentenbouw zit. Mm-hmm. Dus
Ik ben zelf samen met een ontwerper. We kunnen een zelfhulpgroep oprichten, want ik herken het helemaal. Maar als ze dan iets winnen, is het ook wel fijn. Voilà, natuurlijk. Een keer ons mooi maken in coronatijd. Dat is toch ook mooi meegenomen. Voilà, de Crafts by Bokkerij Gold Award is voor de strijkinstrumenten waar je dus ongeveer 22 uur per dag met je gedachten zit. Wat maakt ze zo bijzonder? De strijkinstrumenten? Ze zijn eigenlijk ontworpen en gemaakt door een onderzoek te doen. In samenwerking met het Kaskent Conservatorium van Gent en de Universiteit van Gent. Gans onderzoekstraject traject gedaan naar materialen, hoe beïnvloeden die de klank. En zo uiteindelijk dan ook bij ecologische materialen gekomen, bij vlas. En daar dan eigenlijk die instrumenten gaan maken. Daar tests rond gedaan. En dan bleek eigenlijk dat dat materiaal zich zeer goed leende, een zeer mooie klank gaf. En vandaar en dan was het natuurlijk de uitdaging om die instrumenten nog effectief te maken. Ja, want dat was een samenwerking met zowat iedereen die in Vlaanderen rondloopt, heb ik de indruk. Maar ze zijn er en ze hebben je de Crafts by Bokkerij Gold Award opgeleverd. Ik stel voor dat u hem pakt, want u bent tenslotte degene die achter de schermen alles moet verdragen van die ontwerpen. Dat is zo, Tim Durink en muze en partner en steun en toeverlaat. Gefeliciteerd allebei. Dank je wel. Hartelijk dank. En dan maken we graag plaats voor de Digital Product Award. Dat is een nieuw of een verbeterd digitaal product, een concept waarbij design strategisch werd ingezet. Geen drie winnaars in deze categorie, er is er maar eentje, maar die gaat dus ook meteen met de Digital Product Gold Award lopen. En die is voor Slim naar Antwerpen. Het is een campagne van Leap Forward voor de stad Antwerpen, gekoppeld aan een app waarbij je de Antwerpse verkeersknop makkelijk kan ontwarren. Ik ben Sander Jacobs van Leap Forward. Ik ben Marijke de Roek, verantwoordelijk voor het team Slim naar Antwerpen. We hebben de prijs gewonnen voor het beste digitaal product vlak van gebruiksvriendelijkheid in het ontwerp. Ja, ik ben eigenlijk er een beetje van aangedaan. Ja, dat is toch wel een toffe bevestiging om te weten dat we goed bezig zijn. Heel trots. Absoluut. Ja, het doet mij heel veel plezier dat we hier nu kunnen staan. De Digital Product Gold Award wordt in ontvangst genomen door Marijke de Roek van Slim naar Antwerpen en Sander Jacobs van Leap Forward. Gefeliciteerd. Dank u wel. En het masker mag af, want we staan op veilige afstand. Dank u. Jullie winnen een Henri van de Velde Award. Hoe voelt dat? Ja, eigenlijk, het maakt mij heel fier, heel trots. Ik denk dat het ook wel een stuk erkenning is voor het hele team. Eigenlijk ook alle teams of onderdelen die eraan meegewerkt hebben. Het doet superveel plezier, want we weten dat we iets hebben gemaakt wat een beetje gewaagd is. Mm-hmm. We proberen toch wel een stukje Google en Waze naar de troon te stoten met wat we doen. Mm-hmm. En het feit dat dit dan wordt erkend, en ook omwille van zijn gebruiksgemak wordt erkend, ja. Ja, want bij mobiliteit in Antwerpen duik ik al meteen weg. Maar nu win je er een award voor. Dus. Ja, maar wat we met Slim naar Antwerpen laten zien is, het kan ook anders, want wat doet onze website, wat doet onze app? Mm-hmm. Het laat je op een super eenvoudige manier, bijna bedrieglijk eenvoudige manier zien, dat er heel wat alternatieven zijn om je naar of in de stad te verplaatsen. En de Houdini van dienst, dat ben jij dan, hè? De magie die je hebt toegepast met Leap Forward, een grote stap vooruit, dat is het duidelijk geweest van waar het idee. We willen mensen meer sensibiliseren om een alternatief vervoersmodel uit te proberen. We vonden dat een heel fijne uitdaging en samen mee aan de slag gegaan. Uiteraard met een groot team. Heel fijn. Ja, en van dat team zijn jullie dan de uiting die vandaag de Digital Product Gold Award in ontvangst mogen nemen. Dat is hem, ik heb hem niet aangeraakt, dus coronaproofer komt het niet. Jullie mogen hem verdelen. Hoe jullie dat doen, dat moeten jullie zelf weten. Neem hem mee. Gefeliciteerd. En felicitaties aan het team ook. Dank je wel. Ja, dank jullie wel. Merci. Ja. Pak hem maar. Oké, super. Tof. Zullen we dan nog eens plaatsmaken voor een special award, de Company Award. En ook de naam zegt het weer zelf. Het is een bedrijf dat zich niet alleen dit jaar, maar eigenlijk al jaren inzet voor design. En daar ook in uitblinkt en daarvoor beloond wordt met een Company Award. De Company Award 2021 van de Henri van de Velde Awards gaat naar kookplaten en dampkappenproducent Novi. Wij zijn zeer vereerd dat ons bedrijf uitgekozen is voor een award. Super trots. Dit is voor ons eigenlijk
een erkenning die we ook kunnen uitdragen naar de buitenwereld toe. Innoveren is de exponent van ondernemen. Het is veel proberen en veel mislukken ook. En af en toe is lukken. Vanaf nu dragen we dat iedere dag. Dat is wel een zin. Dat stond je ook goed, zeg maar. Ja. En hier om de Company Award in ontvangst te nemen, Olivier Lambert en Carlos Wanzelen. Gefeliciteerd met de Company Award op deze Henri van de Velde Awards. Dat is hem. Ik ben er zelf nog niet aan geweest. Jullie mogen hem zo meteen meenemen. Super. Het is een bekroning voor werk dat al 100 jaar, heb ik begrepen, intussen. Inderdaad. Sinds 1907 bestaat het bedrijf. Ja, dat is al meer dan 100 jaar. Ja. Mm-hmm. En dat is in zowat elke Vlaamse huiskamer te vinden. Hè? Jullie zijn een begrip, dacht ik. Absoluut. Eigenlijk een zeer lang al een echt begrip geweest in de markt. De damkappen in feite superbekend. Dankzij zijn echte efficiëntie en zeer hoge kwaliteit. Wat doen jullie om ervoor te zorgen dat je meer dan 100 jaar nadat je eraan begonnen bent nog relevant te zijn, mee te spelen, ook qua design, ook qua effectiviteit? Permanent innoveren is de boodschap. Dus het bedrijf is destijds begonnen met de productie van fietsen. En in de jaren 60 omgeschakeld naar productie van keukenapparaten. Het is wel een behoorlijke stap, he, van fietsen naar keukenapparaten. Ja, het productieproces is vrij gelijkaardig. Mm-hmm. Daarom dat die stap eigenlijk een redelijk evidente stap was. Mm-hmm. En die award is, neem ik aan, voor alle mensen bij Novi, want absoluut. Alleen kan je die doen. Ja, wij zijn zeer dankbaar voor die award. Het is een beloning eigenlijk voor iedereen die van dicht of van ver bij het bedrijf betrokken is. Mm-hmm. We hebben het geluk gehad de voorbije jaren al een aantal keer genomineerd te worden als Trends Gazelle. Wat eindelijk een beloning was voor de groei. Dat zijn de groeiers inderdaad. Ja, deze award beschouwen wij als een beloning voor de kiem van de groei, namelijk innovatie. Innovatie, jullie mogen hem al eens vastpakken en kijken hoe die voelt. En die zal een mooi plaatsje krijgen bij Novi, neem ik aan. En terwijl jullie de award is goed van dichtbij bekijken, kunnen wij kijken naar wat Novi nu precies doet. In 1907 is Novi opgericht door de heer Gilles Lanois. Dat was een voormalige beroepswielrenner die na zijn carrière begonnen is met een fietsatelier. De fietswinkel is later een fietsfabriekje geworden. In dat fietsfabriekje zijn ondertussen ook bromfietsen geproduceerd, bakkersfietsen. En in de jaren 60 is Novi omgeschakeld eindelijk geleidelijk aan op de productie van keukenapparaten. Bij Novi zijn er een 300-tal werknemers in de groep als geheel. En bijna alle afgewerkte producten worden hier op de site in Kuurne vervaardigd. Mijn verhaal bij Novi is een 2,5 jaar geleden eigenlijk begonnen. Men had mij gevraagd of ik geïnteresseerd was in deze functie als marketingdirecteur. En ja, ik was direct gecharmeerd door het verhaal van Novi. En ik zag ook direct heel wat potentieel om hier zaken aan te pakken. Stille damkappen voor Novi, dat is een echt DNA-aspect bij ons. Nu, daar werken wij continu op. En dat doen we door eigenlijk heel efficiënte, maar ook stille motoren te kiezen. Wij gaan verder gaan werken naar de juiste afzuiging. En verder natuurlijk ook kijken naar een perfecte aerodynamica die ervoor zorgt dat eigenlijk die lucht vlot terug naar buiten kan. Design is superbelangrijk. Design is eigenlijk het eerste wat men ziet, zeker het visuele design. En dat is wat we ook sterk op oriënteren. Men wil eerst iets zien, dan eigenlijk die drang hebben om het te krijgen. En dan natuurlijk moeten we met het functionele design verder overtuigen. Maar effectief visueel design voor Novi is essentieel geweest vanaf dag 1. Die award is de belichaming van de bedrijfsfilosofie. Wij groeien op basis van innovatie. Ja, dat is ook een hele mooie beloning voor ons personeel die zich dagelijks inzet om die innovatie in te vullen, gestalte te geven.
We zijn over halfweg met de awards en ik heb het makkelijk. Ik mag de hele tijd mensen blij maken. Maar iemand moet al die blijheid wel betalen. Pascal Kools van Flanders TC. Ja. Doe je dat zelf? Nee, ook dat doe ik helemaal niet zelf. Ik kan niet genoeg benadrukken hoe belangrijk dat onze partners zijn voor ons. We hebben een aantal oude getrouwen, zoals het Vlaams Agentschap voor Innoveren en Ondernemen, maar ook de OVAM en Bozar. En die laatste wil ik toch wel heel nadrukkelijk bedanken. In deze zeer moeilijke tijden hebben ze er toch voor gezorgd dat we hier aanwezig kunnen zijn. Daarnaast hebben we sinds vorig jaar ook Bokrijk. Misschien een verrassende keuze voor velen, maar eigenlijk voor de ingewijden helemaal niet. Ze zijn zich heel hard aan het focussen op vakmanschap, om ambachten en dus een heel voor de hand liggende partner van de Harry van der Velde Awards. En dan sinds dit jaar zijn we ook heel blij om twee nieuwe partners te verwelkomen. Dat is de Vlaamse Milieumaatschappij, die zich heel hard gaat focussen op het klimaatgegeven en de Climate Challenge Award. En dan tot slot Z33, het grote kunsthuis uit Limburg, dat zich vooral gaat focussen op het artistieke aspect van design. En alles wat zij hebben samengebracht zit in de awards. Zullen we er dan nog maar eens een paar uitreiken. Dankjewel Pascal, tot straks. En wij gaan verder met Kerstman spelen. Communicatie is alles. En als communicatie er ook goed uitziet, dan krijg je je boodschap nog net iets beter verkocht, toch? En daarom hebben we er ook bij de Henri van de Velde Awards aandacht voor met de Graphic and Communication Award. Drie winnaars en één superwinnaar mag met de Gold Award naar huis. En dit zijn de drie winnaars. Voor Pelkmans Uitgeverijen maakten Katrijn de Wit, Laura Bergans en Inge Rijland de filosofische prentenboeken Wijze Weetjes. Maar de jury viel ook voor het grafische ontwerp van Corbin Mailleux en Lennart van den Bossen voor het cultureel centrum Pilar van de VUB. En Ronnie en Johnny die maakten de grafische campagne voor het Horst Art and Music Festival. Persoonlijk was ik heel erg fan en ben ik heel erg fan van de namen Ronnie en Johnny. En kijk, de jury ook, al zal het hopelijk wel met de inhoud van hun werk te maken hebben. En zo winnen zij de Graphic and Communication Gold Award. Ronnie en Johnny? Ja, klopt. Ik heb proficiat, want jullie zijn de Gold Award winnaar in de categorie. Ja, de max. Ja, heel, heel echt. Dan nu de gouden hier. Dank u, dank u. Om de award in ontvangst te nemen, zijn hier Ronnie en Johnny zelf. Kom maar dichterbij. Wie is Ronnie, wie is Johnny? Ik ben Ronnie. We staan in volgorde, Johnny. Ronnie en Johnny. Ja. Zijn jullie echte namen ook? Ja. Ja. Een veelgebruikte gimmick. Maar, ja. Maar het kwam heel goed uit. Jullie kwamen elkaar tegen en je dacht, hier moeten we iets mee doen. Ja, wat is het? Het is eigenlijk een... we zijn er altijd een beetje mee gepest geweest. Of gepest. Het werd zo, een soort van... Een beetje uitlachnamen. Ja. Ja. En we hebben, we hebben er een kracht van gemaakt. Dus, ja. En dus eigenlijk van jullie Achilleshiel hebben jullie iets sterk gemaakt. Ja, Ronnie en Johnny. We konden dat eigenlijk niet laten liggen. Hè. Nee, natuurlijk niet. Laat ze maar lachen. Hè. Jullie hebben de Graphics and Communication Gold Award gewonnen. Laten we kijken naar het werk dat jullie maken. Ja. Want waarschijnlijk gaat het vaak over de namen die jullie hebben. Maar jullie maken ook heel mooie dingen. Voor het Horst Art and Music Festival. Wat is er zo bijzonder aan? Well, ik denk ten eerste... Het feit dat we ook er al een tijdje voor werken en dat we ook altijd het vertrouwen hebben gekregen van het festival om experimentelere dingen te doen. En ik denk dat hier het mooie eraan is het feit dat het eigenlijk voor het volledige festival goed werkt. En dat we ook een soort van samenwerking hebben met de mensen van het festival zelf. Mm-hmm. Alles klopt eraan. En hoe vullen jullie elkaar aan eigenlijk? Wie doet wat? Pingpongen doen wij vooral. Ja. Dat is een beetje het ontwerpsysteem toch, dat we eigenlijk als we starten aan een project, dat we eigenlijk zo eerst een beetje op ons eigen eilandje zitten werken. We zitten wel tegenover elkaar, maar we zitten wel gescheiden van elkaar, dus we zien niet wat we aan het doen zijn. En dan, ja, pingpongen we een beetje. Dan, het is organisch. Wat heb jij en wat heb jij? En ja, dan zo een beetje te zoeken. Het voordeel is dat je ook, als je een tijdje samenwerkt, dat je ook weet wie daar wat goed in is. Ja. Ik denk beeldend dat... Johnny dan beter is. Misschien ik focus iets meer op typografie. Ja. En dan zien we elkaars werk en dan beginnen we eigenlijk
ook wel vrij eerlijk tegenover elkaar. Dat moet je ook kunnen, ja, natuurlijk. Ja, ja. En dat brengt jullie bij de Graphic and Communication Gold Award op deze Henri van de Velde Awards. Ja. Gefeliciteerd, dat is hem. Je mag hem vastnemen Dank en meepakken. Wauw. Gefeliciteerd. Zet hem tussen jullie op het bureau. Dankjewel, Ronnie en Johnny. Dank u. Mocht er een award voor selfies bestaan op deze Henri van de Velde Awards, dan had Hilde Krevits hem zeker gewonnen. De Habitat Award, dat lijkt me dan weer een brug te ver voor haar. Alhoewel, zo goed ken ik haar ook niet. Maar het was alvast geen brug te ver voor deze drie winnaars in de Habitat Award-categorie. Het zijn Bram Kerkhoff. Zij maakte een multifunctioneel constructiesysteem dat de naam Meander meekreeg. En daar zijn ze weer. De wandtapijten Chameleon van Le Monseigneur samen met Verilin. En tapijtvlas van Anita Kars voor Casalis. Benieuwd of de kleur van de award straks ook verandert als zij in de buurt komen, want de winnaar is Chameleon. Hallo. Hallo. Hallo, gefeliciteerd. Dank je. Thomas en René, jullie hebben de Habitat Award gewonnen. Ja, merci, dank je. Je verwacht dat nooit, denk je. Je doet mee en dankbaarheid is het woord van vandaag, denk ik. Ja. Het is heel veel deugd om dit te mogen ontvangen. Dat is natuurlijk wel geweldig als je een erkenning krijgt voor al die inspanning die we ondertussen gedaan hebben. Ah ja. Oh, wauw, ja. Chic. Voilà. Om de award in ontvangst te nemen zijn hier Thomas van Le Monseigneur en René van Verilin. En gefeliciteerd. Dank je wel. Dit is hem, de Habitat Gold Award die jullie hebben gewonnen. Met iets heel moois wat jullie gemaakt hebben. Van wie kwam het idee? Het ontwerp is van Thomas. Ja? En wij hebben het technisch uitgewerkt. Ja. Hoe ben je op het idee gekomen? Wel, ik ben eigenlijk een kunstenaar. Ik werk voornamelijk met wandtapijten en jacquardweven. En Verilin is een bedrijf gespecialiseerd in jacquardweven, vooral heel lokaal en met een revolutionair verhaal. En dat klopte wel in wat ik voor ogen zag, om te gaan vertalen in de geweven stukken. En zo is daar eens begonnen. Mm-hmm. En dan hebben we ons project ingediend met een specifiek hybride stuk ook. Een gordijn die zowel als autonoom object werkt in een ruimte, maar ook een functionaliteit heeft en ook met de open en gesloten toestand die telkens verandert van beeld, van geometrisch naar organisch. Het is een soort kunstwerk dat dan ook als gordijn gebruikt wordt. Ja, inderdaad. En dan druk ik het veel te simpel uit. Nee, maar dat is juist. Ja. En dan zijn ze bij jullie terechtgekomen om dat te maken, of is hij bij jullie terechtgekomen om dat te maken? Dat is eigenlijk een samenwerking geweest van begin af aan. We hebben elkaar leren kennen via Bokrijk onder andere. Ja. En dat is een hele evolutie geweest. We zijn beide kunnen groeien, dus de firma aan zich en Le Monseigneur ook. In zoverre zijn we naar elkaar toegegroeid om uiteindelijk een resultaat te creëren dat commercieel ook goed inzetbaar is. De vraag is, wie krijgt de award nu mee naar huis? Co-ouderschap. Jullie gaan dat wel regelen? Ja, dat komt wel. Jullie mogen hem vastpakken, bekijken en meenemen. Okay. En gefeliciteerd met de Habitat Gold Award. Merci. Thomas van Le Monseigneur en René van Verilin. Merci. Super. Ja. Merci. We komen steeds dichter bij de Lifetime Achievement Award, zeg maar de grote apotheose van deze Henri van de Velde Awards 2021. En die Lifetime Achievement Award is misschien wel iets dat onze volgende winnaars over een jaar of 30 kunnen winnen. Want we zijn nu toe aan een special award. Het is de Young Talent Award. Waarmee Henri van de Velde Awards zegt, goed bezig, blijf verder doen en misschien zien we je dan ooit nog wel terug voor die Lifetime Achievement Award. De Young Talent Award 2021 op de Henri van de Velde Awards gaat naar Bureau Boschberg. Ik ben Sam van den Bos, dus het bosgedeelte van Bureau Boschberg. Ik ben Laura Bergans van de Berg uit Bureau Boschberg. We zijn vandaag hier in de Bazaar omdat wij de Young Talent Award hebben gewonnen. En we zijn daar super blij om. Ja. Jullie hebben dit ook wel als koppel bereikt, hè? Ja. Ja, we zijn in hetzelfde jaar getrouwd als Bureau Boschberg is ontstaan. Ja. Eigenlijk hebben we geen drie woorden nodig om elkaar te begrijpen. Dat is het verhaal eigenlijk. Ja. En om de award in ontvangst te nemen van Bureau Boschberg zijn dit Laura en Sangwoo.
En hallo. Gefeliciteerd met de Young Talent Award. Dank je wel. Dit is Henri van de Velde Awards, die zegt goed bezig, blijf verder doen. Met wat zijn jullie zo goed bezig bij Bureau Boschberg? Blijkbaar met grafisch ontwerp. Wat doen jullie? Waarvoor kan ik komen aankloppen bij jullie? Ja, heel veel verschillende dingen. Projecten, ja. Onder meer huisstijlen, boeken, tentoonstellingen, websites. Ja, dus ontwerpen op papier, op scherm. En wat is de Bureau Boschberg laag die daarover ligt? Wat maakt jullie uniek? We zouden eigenlijk niet per se één laag voor iedereen willen hebben. Nee. We willen juist diversifieren en voor elke opdrachtgever een eigen laag dan of een eigen visuele taal ontwikkelen, ontwerpen. Ja, en ik denk vooral omdat wij onze sterkte is vooral omdat wij meer naar de klanten werken en niet specifiek één stijl toepassen op verschillende klanten. Want dat zie je vaker wel, dat ontwerpers of ontwerpbureaus één stijl hanteren. Dan zie je dat terugkeren. Ja. Daar gaat je identiteit dan natuurlijk als bedrijf. Ah, wel ja, we willen en dat wilden jullie vermijden. Ja, en dat is ook gelukt, want jullie willen de Young Talent Award op deze Henri van de Velde Award. Dit is hem. Doe hem mee, doe er leuke dingen mee. En dan hoop ik dat we jullie over een jaar of 30 terugzien voor de Lifetime Achievement Award. Hè. En terwijl jullie gaan kijken hoe die award eruit ziet, kunnen wij eens kijken naar wat Bureau Boschberg aan mooie dingen maakt. Ik ben Sang van den Bos, het bosgedeelte van Bureau Boschberg. En ik ben Laura Bergans, dus de berg uit Bureau Boschberg. En samen zijn we Bureau Boschberg. We hebben elkaar leren kennen op Sint-Lucas toen we grafisch ontwerp studeerden. En vanaf toen zijn we altijd meer en meer beginnen samenwerken. En dan de laatste jaren, nu is dat echt wel echt samenwerken en ook officieel. Onze klanten spelen zich voornamelijk af in de culturele sector. We hadden nooit een plan of zo, of we zijn nooit begonnen met een marketingplan van zo willen we ons gaan evolueren. Dat is gewoon geëvolueerd en ik denk dat we daar soms te weinig bij stilstaan wat voor luxe dat we vandaag de dag hebben. Gezien de leuke klanten die we doen en ook vooral de leuke projecten die we mogen ontwerpen en kunnen ontwerpen. Dus dat is en de vrijheid die u daar dat is bijzonder. Ja. We zijn niet alleen zakelijke partners, maar ook in het privé zijn we partners. En, het grote voordeel daarvan is dat we veel sneller kunnen schakelen en dus ook veel directer naar elkaar toe kunnen ons gedacht zeggen. Dat is al wel de sterkte van ons. Wij kunnen gewoon eruit floepen wat op dat moment is. En soms is dat niet leuk. Mijn karakter is zeer geordend en gestructureerd. En, soms heeft dat een nadeel in ontwerpen dat je bepaalde stramines zodanig volgt dat je op een bepaald moment vastgaat. En Lara is daarentegen wijkt veel meer van het stramien af, brengt ook veel meer het speels of de frivoliteit binnen. En ik denk dat die combinatie perfect werkt en uiteindelijk illustreert waarvoor het Bureau Boschberg is. Hij bouwt eigenlijk het grit en ik haal het helemaal overhoop. Ja, ik denk als je zo aan een opdracht bezig bent en het is nog echt in de eerste fase en je moet nog een idee krijgen en zo, dan zit dat sowieso bijna de hele tijd in je achterhoofd en alles wat je ziet kan je inspireren, bij wijze van spreken. Als we dan hier bijvoorbeeld in het bureau aan het werk zijn, dan kan die boekenkast achter ons wel helpen. Door de jaren heen hebben we die boekencollectie aangelegd. En dat is wel een meerwaarde dan gewoon louter op het internet kijken. Want het internet toont vaak kopies van kopies van kopies. En je weet nooit het oorspronkelijke. Design is sowieso belangrijk voor ons. En dat kan ook echt breder gaan dan grafisch ontwerp. Dan zitten we meer bij het gesprek over inspiratie. Dat bijvoorbeeld, bij wijze van spreken, deze bureaustoelen ons kunnen inspireren tot een grafisch ontwerp. Ja, we zijn super blij met deze award. Ja, we waren zo, dat is al een preselectie of zo. Ah, nee, oké. Okay. Oh, wow.
Ja, we waren wel echt heel verrast en super blij. En het is echt een mooie bevestiging. Onze dromen voor de bureau Bosberg is natuurlijk, wij willen nog veel meer en andere dingen doen. Dus niet alleen de culturele sector. Ik denk als bureau willen we niet, zeker geen bureau worden met 100 werknemers. Maar hoe het dan concreet verder evolueert, zullen we wel zien. Nog twee mogen we uitreiken. Henri van de Velde Awards. En normaal krijgt u alle winnaars altijd te zien in een tentoonstelling, een expo hier in Bozar. Maar Pascal Kools van Flanders DC, hoe zit dat dit jaar na de brand en met de coronamaatregelen? Wel, dit jaar hebben we zeker al een virtuele expo. Die kan je vinden via henrivandevelde.be. Maar we gaan er alles aan doen om toch ook nog een fysieke expo hier in Bozar te kunnen opzetten. Maar het is een beetje afwachten. En wachten, dat hebben we het voorbije jaar al zo vaak en zoveel gedaan. Het zal er nog wel bij kunnen, zeker. henrivandevelde.be met Griekse ei, zeggen we dan. Pascal Kools van Flanders DC, dank je wel. Nog twee, waaronder de Lifetime Achievement Award. Wil je als ontwerper, kunstenaar of bedrijf opvallen? Wil je iets maken dat alleen maar functioneel is of dat alleen maar mooi is? Of kan het ook allemaal mooi samenkomen? Ja, dat kan. En dat hebben de winnaars van de Henri van de Velde Awards meer dan bewezen. Ik hoop dat u het met mij eens bent. Maar er is er eentje bij die echt het hart van het publiek heeft gestolen. En die gaat met de Public Award naar huis. De winnaar zit recht in het hart van de consument. Bewegen en geen CO2 uitstoten. Dat doe je met een fiets, met een speed pedelec, zo'n snelle elektrische fiets. De winnaar van de Public Award is Elio Elite. Wij noemen het geen fiets, wij noemen het een mobiliteitsoplossing. Ik ben Thomas, Thomas Kippes, en ik ben de papa van Elio. Ik ben Simon de Pauw, mede-ontwerper van de Elio fiets. Met Simon samenwerken was heerlijk. De afgelopen 3 jaar waren een rollercoaster, maar het resultaat maakt me gewoon ongelooflijk trots. Gold Award winner, super. Heerlijk. En hier om de Public Award in ontvangst te nemen zijn Simon de Pauw van Elio en Thomas Kappes van Achille Design. En gefeliciteerd met de Public Award. Dank je wel. Dat is als je iets wint, denk ik, zowat het mooiste dat je kan krijgen, want je krijgt hem van het publiek. Zeker als je een polariserend design indient. Polariserend, hoezo? De vormgeving, de kleine wielen, hebben we heel veel feedback opgekregen. Feedback, daarmee bedoel je? Soms klachten. Sommige mensen die zeggen van eindelijk iemand die durft veranderen, die durft vernieuwen. Dus een beetje beide stemmen die we gehoord hebben. Maar dan is die Public Award een zalige bevestiging dat we toch mogen durven nog. Ja, en het zit recht in het hart van de consument, ook die in 2021 natuurlijk. Bewegen, gezond zijn, zo weinig mogelijk CO2 uitstoten, dat doe je allemaal met een speedpedelec die jullie ontworpen hebben. Hoe hebben jullie elkaar aangevuld eigenlijk? Thomas en mensen van Elio zijn vooral de ingenieurs en wij zijn vooral de ontwerpers die vooral naar de publiek gedeelte of de eindgebruiker denken. En Thomas denkt aan de technologie en de innovatie, technologische innovaties die erin zitten. Ja, dus eigenlijk alle feedback die ze hebben gekregen, daar zijn jullie dan mee aan de slag gegaan? Absoluut. We hadden een aantal zeer moeilijke requirements. Bijvoorbeeld bij een e-bike gaat je normaal de batterij zo goed mogelijk verbergen. Wij zeggen van, als je 45 per uur wil doen, heb je veel batterij nodig als je ver wil raken. Dus onze batterij mag volume innemen in het design. Maar dan moet ze mooi zijn. Dan moet ze mooi zijn, inderdaad. En daar heeft Simon voor gezorgd. En dat is duidelijk in de smaak gevallen bij het publiek. De Public Award is voor jullie. Pak hem maar vast, bekijken, besnuffelen. Zalig. En je zal zelf moeten uitmaken wie hem mag meepakken. En zo zijn we aanbeland bij de grote apotheose van deze Henri van de Velde Awards 2021. De Lifetime Achievement Award komt eraan. En soms weet je het gewoon, dat iemand er al jaren met kop en schouders bovenuit steekt. En dat hij dus de Lifetime Achievement Award zomaar kan winnen. Het voor- en het nadeel van Belgisch design is dat we toch met een paar zijn die daar heel goed in zijn in wat we doen. Maar de winnaar van de Lifetime Achievement Award 2021 steekt er echt met kop en schouders bovenuit. Want de kleren maken de vrouw. Dames en heren, de winnaar van de Lifetime Achievement Award is Anne de Meulemeester. Hallo.
Hallo. En gefeliciteerd. Dank u wel. Een Lifetime Achievement Award voelt altijd een beetje als een einde, maar dat is het in jouw geval voor alle duidelijkheid niet. Hè? Ja, nee. Toen ik hoorde dat ik die prijs kreeg, dacht ik wel van, ja, het klinkt zo'n beetje alsof dat het mijn leven gedaan is, maar ik heb helemaal niet dat gevoel. Maar in alle geval, ik vind de Henry van de Velde prijs doet mij echt plezier, omdat ik het ervaar als een erkenning om mijn werk als ontwerper, niet alleen modeontwerper, maar ook ontwerper op verschillende domeinen. Dus, wat ja, is de rode draad eigenlijk in uw carrière? Ja, de rode draad. Misschien kunnen we beter spreken van een witte of een zwarte draad. Ook goed. U bent de vrouw maar, die alles weet over kleur. Nee. De rode draad is misschien wel dat ik altijd mijn zin gedaan heb en vooral mijn gevoel gevolgd heb. Ja. Natuurlijk, als ontwerper moet je zo vaak jezelf heruitvinden. Want anders word je op een gegeven moment niet meer relevant. Hè? Hebt u dat bijgehouden, hoe vaak u dat hebt moeten doen in uw carrière? Ik heb eigenlijk helemaal niet het gevoel dat ik mezelf heruitvind. Ik denk dat je als ontwerper gewoon heel alert blijft. Ik heb wel het gevoel, hoe meer ik aanraak, hoe verder ik ga in mijn evolutie, hoe meer ik de persoon word die ik eigenlijk zou willen zijn. Durft u meer? Ja, misschien wel. Mm-hmm. Ja. Hoe vaak zal Anne Meulemeester zich nog heruitvinden? U doet dat niet, maar hoe vaak zal u nog vervellen, denkt u? Ja, weet je, voor mij is het mooiste als de toekomst open blijft. En ik ben ook heel benieuwd wat er nog op mijn pad komt. Ja, ik sta er gewoon open voor. Het is geen... Nee. Het is geen punt, maar een comma in uw carrière, maar wel een hele mooie comma. Ja, ik ben daar heel blij mee. De Lifetime Achievement Award van de Henry van de Velde Award is voor u, Anne de Meulemeester. U mag hem zo meteen meenemen. En wij gaan eens kijken naar wat voor indrukwekkends Anne de Meulemeester allemaal bij elkaar heeft gemaakt. Om af te sluiten, het lijkt me soms ook wel een eenzaam bestaan, ontwerpen, omdat het allemaal uit dat ene hoofd moet komen. Maar zijn er ook mensen die je wil bedanken omdat ze jou gesteund hebben in die carrière? In mijn geval is het zo dat Anne de Meulemeester is eigenlijk twee personen. Dus ik deel al 45 jaar mijn leven met mijn man, maar hij is ook mijn compagnon de route, mijn creatieve partner. En ik wou dat heel graag en nog eens heel hartelijk bedanken, want dit hebben we samen gedaan. Ja. Ziert u dat de man ook een stukje van de spotlights krijgt bij deze Lifetime Achievement Award? Het is werk dat wij vaak niet zien, maar bij deze is dat rechtgezet. De Lifetime Achievement Award 2021 is voor Anne de Meulemeester. U mag hem al vastnemen en al eens bekijken. En dat geeft mij de kans om afscheid van u te nemen, want we zijn op het einde van de Henry van de Velde Awards 2021. Alle winnaars kan je ontdekken in deze catalogus. Die kan je online bestellen. En als je dan toch op henryvandevelde.be bent, ga dan zeker ook eens kijken.
kijken naar de online expo. En zullen wij dan maar al een afspraak maken voor de Henri van de Velde Awards 2022? Hopelijk met een receptie, eten, drinken, knuffelen. Het mag hopelijk allemaal. Graag tot dan en bedankt voor het kijken.